goedenavond allemaal. Ook vanavond ben ik, ja, hoe je dat noemt, op locatie. In de laatste dagen maak ik altijd om deze tijd een korte wandeling. Een korte wandeling langs een plek wat mij steeds meer dierbaarder is geworden. Vooral rondom deze tijd, in deze periode. Wanneer de zon ondergaat. Voor mij altijd weer een goddelijk moment. Die zonsondergang, maar ook wetende dat hij ook weer opgaat. Vandaag prachtige telefonische gesprekken gehad. En het ging heel vaak over, wat is nou voor jou zo belangrijk? Wat is nou zeker in die periode waar we nu verblijven? En vanmiddag hoorde ik iemand zeggen van, goh, we hebben hele andere gesprekken. Andere thema's. Gesprekken, thema's waar we eigenlijk nooit tijd voor hebben genomen. Als ik kijk naar mijn ook dat ik op andere lagen zijn. En dat zijn lagen waar ik me altijd weer van verwonder. Het tempo is wat minder in het leven bij mij. Wel aan het werk, maar toch het tempo. Ruimte om te overdenken, te genieten en te bezien wat ons die Schepper allemaal geeft. En dat zijn prachtige dingen, zoals wanneer de zon ondergaat. Ik loop op dit moment op de Deldernis in Delden. Ja, dit zijn voor mij de momenten om even stil te staan, om even te zijn bij zijn schepping. Mystieke dat die zon, die rode gloed toch altijd weer ondergaat. Maar wetende dat die ook weer boven komt. Vanmiddag heb ik ook zo'n rondje gelopen en toen zag ik dat de lente volop bezig is. De vele knoppen wat zich laat zien aan de natuur, aan zijn schepping. En waar je eigenlijk misschien wel een glimlach van krijgt. Een prachtige vraag is natuurlijk naar ons allen van, wat is belangrijk voor jou? Achteruit, waar haal je steun uit? Of wat is je misschien wel opgevallen in deze periode, nu we in die coronacrisis verblijven? Beste mensen, het is vanavond geen lied. Het is geen tekst. Het is alleen maar die zon die ondergaat in zijn schepping met de vraag, wat is nou zo belangrijk voor ons in ons leven? Het is een vraag, nou, waar je misschien de afgelopen dagen mee bezig bent geweest. Of misschien al wel Het zijn mooie vragen om te overwegen. Met die zon die bijna ondergaat. De wie maar gewoon doorgaat. Zo mogen wij ook weer denken aan hen. Aan het werk zijn. We mogen even weer kijken naar wat leeft in ons hart. Onze eigen intenties. Voor de jarigen van vandaag en de afgelopen dagen. Een hele vreemde ervaring om je verjaardag achter glas te vieren. Of dat de zussen buiten staan, ballonnen en vlaggetjes om je toe te zwaaien op je 80ste. Verjaardag in kleine stijl. Aan
die mensen op dit moment aan het vechten zijn rondom het virus. Die gepakt zijn door dat virus. Dat ze kracht mogen ervaren van die eeuwige God. Het leven steeds kleiner wordt. De eenzaamheid. Laten we allen voor hen niet het licht ontsteken, want het licht brandt nog in de kapel. Maar voor hen in stilte onze Vader en de wezen groet bidden. Terwijl de zon verder ondergaat, neem ik weer afscheid van jullie. We zien elkaar morgenavond weer. Het zal vast wat later zijn dan vanavond. Voor ook deze avond. Vrede en alle goeds. En carpe diem.